Action, Zeeman, H&M. Wat hebben die bedrijven met elkaar gemeen? Welke businessmodellen gebruiken zij? Wil je meer weten? Kijk dan verder. Hi, welkom. Welkom bij deze video. In deze video ga ik het hebben over businessmodel 1. En dit is het businessmodel dat heel veel bedrijven gebruiken. Ik ga je laten zien hoe het precies eruit ziet en hoe je het kan gebruiken in jouw voordeel. Ik ga je ook uitleggen wat het precies is en hoe je deze in jouw voordeel kan gebruiken. Oh ja, drie dingen. 1. Ben je nieuw bij deze kanaal? Vergeet niet te abonneren. 2. Heb je vragen? Neem gerust contact met mij op. En 3. Let op, een bedrijf kan meerdere businessmodellen hebben. Laten we maar beginnen. Wie maakt gebruik van dit businessmodel? Allereerst ga ik je laten zien wie gebruik maakt van deze businessmodel. Vervolgens laat ik je zien wat voor soort businessmodel het is en hoe het precies werkt. De bedrijven die vaak gebruik maken van dit businessmodel zijn Action, H&M of Zeeman. Er zijn ook andere bedrijven, maar het zijn de drie voorbeelden die ik je in deze video noemt. Bij deze model is het belangrijk dat jij rekening houdt met een aantal voorwaarden, want anders gaat het niet werken. Allereerst is het belangrijk dat je weet op welke diensten of producten je gaat aanbieden. Dus we hebben het product hier, vervolgens zijn we hebben de dienst. En hierin staat beschreven wat de dienst is. Om ervoor te zorgen dat dit businessmodel werkt, moet de dienst of product voldoen aan een aantal voorwaarden. En de voorwaarden zijn, het businessmodel is puur bedoeld voor producten en diensten die gestandardiseerd zijn en die minimale specificatie hebben. En vervolgens hebben klanten lage verwachtingen van het product of dienst. Wanneer je dit product of dienst verkoopt, dan gebeurt het meestal lokaal. En je kan de product of dienst wereldwijd verkopen, maar meestal heb je een vestiging lokaal die je producten verkopen. En alleen dan kan dit businessmodel werken. Bedrijven die hiervan gebruik maken zijn bijvoorbeeld H&M. Je vindt H&M bijna overal. En zij maken ook gebruik van dit businessmodel. En het is belangrijk om te weten dat dit businessmodel alleen succesvol zal zijn als ze voldoen aan twee belangrijke voorwaarden. 1. Je moet een aanzienlijke aanwezigheid hebben in jouw regio. Dus met andere woorden, je moet in een regio zijn waar veel mensen zijn en waar veel mensen jou kennen. Dus jouw merk speelt een belangrijke rol. En 2. Dat zijn de voorwaarden van het product. Het product moet gewoon voldoen aan de voorwaarden die ik hiervoor heb gesproken. Alleen dan werkt dit businessmodel. Dus belangrijk is dat je gewoon een product of dienst hebt die gestandardiseerd is en die je overal kan verkopen. En klanten hebben lage verwachtingen daarvan. En jouw bedrijf moet gewoon in de regio, moet je gewoon aanzienlijk merk hebben opgebouwd dat mensen het kennen. Alleen dan kan je gewoon een massagroep bereiken. Zullen we nu even naar het businessmodel gaan? Zoals je hier kan zien is dit het businessmodel. Ik zal een link hieronder laten om al de businessmodellen te downloaden die ik heb besproken, zodat je altijd nog terug kan kijken. En het businessmodel ziet er als volgt uit. Je hebt de belangrijkste partneractiviteiten, waardevoorstel, relatie met de klanten en klantensegment, klantenstructuur en inkomstenbronnen. In de andere video heb ik precies uitgelegd wat het businessmodel precies is. Maar nu ga ik even uitleggen hoe je dat kan toepassen. Zoals je hier kan zien is het belangrijk bij dit model dat je gewoon partners hebt of in ieder geval producenten hebt die jouw product of diensten kan leveren. Dus diensten kan leveren en producten kan produceren. Dus dat vul je gewoon hierin. Jouw belangrijke activiteit als bedrijf zijnde is gewoon het management van de marketing en het kwaliteitsbeheer van de producten of diensten. Dus inkoop, verkoop. Dus dat doe je meestal. En wat belangrijk is, is gewoon dat je bouwt aan je merk. En je zorgt ervoor dat je een groot merk hebt. Heb je nog geen merk? Bouw daaraan. Heb je nog geen merk? Het kan er ook zijn dat je samen kan werken met grote merken. Bij de waardevoorstel is jouw product gewoon eenvoudig, klein en goedkoop. Dus jouw product of dienst gewoon eenvoudig, klein en goedkoop. En je hebt daarvoor minimale specificatie nodig. Je moet zo zien dat het product gewoon zelf onderhoudt en het genereert zelf inkomsten voor jou. En je relatie met de klanten ziet er als volgt uit. Je hebt een massa aan klanten en klanten hebben lage verwachtingen. Dus je hebt niet echt een relatie met de klanten. Klanten vertrouwen meestal jouw merk. Kanalen, wat je meestal doet is gewoon je zit in een lokale regio waar je jouw merk hebt opgebouwd. En klanten komen naar jou toe. Dus dat heb je meestal bij grote merken die wereldwijd bekend zijn. Maar de klantsegment, dat is het belangrijkste gedeelte. Die zit zowel in het hoog segment als het lage segment. Dus meestal als je iets nieuws op de markt brengt, dan ben je afhankelijk van je merk. Want als je lokaal gevestigd bent en mensen kennen jou,
dan kan je het verkopen. Ben je nieuw, dan moet je weer je merk opbouwen en plus het verkopen. En dan wordt het heel moeilijk om iets voor lage prijzen te verkopen. Kijk, bij de koststructuur is het gewoon puur zo. Je hebt een lage koststructuur omdat jouw product gestandardiseerd is. En jouw dienst ook, dus je hebt lage kosten. Het gaat puur om het management van de inkomen en marketingkwaliteit. Dat zijn de lage kosten die je hebt. Stel je voor, je bent geen grote brand, maar een lokale onderneming die pas nieuw begint. En je hebt een lening gekregen van de bank. Heb je naast de normale kosten dat je hebt, ook de kosten van de bank die je nog gewoon moet betalen. En dan komen we bij de inkomstenbronnen. Bij je inkomstenbronnen moet jij veel producten of diensten verkopen voor lage prijzen. En bij jou gaat het puur om hoge volumes. Dus met andere woorden, het is belangrijk dat je product gewoon gestandardiseerd is, maar dat het product of dienst ook zichzelf kan onderhouden. Hoe meer je ervan verkoopt, hoe hoger je winst wordt. Ik ben niet zo fan van dit businessmodel, want je moet best wel veel verkopen en je moet een merk opgebouwd hebben. En vaak is het moeilijk om je prijs te verhogen. Je kan altijd omlaag gaan, maar het is heel moeilijk om je prijs te verhogen. Want klanten gaan dan kijken van oké, wat krijg ik dan bij? Want ik moet nou meer betalen, terwijl het vroeger niet zo was. Wat ik meestal tegen mensen zeg is gewoon, zet bij het begin gelijk een hoge prijs. En vervolgens later kan je altijd nog verlagen. Laat me hieronder weten wat jij van dit businessmodel vindt en hoe jij er tegenaan kijkt. En of jij het eventueel gebruikt voor jouw onderneming. Ik over ondernemers met passie en ideeën. Het is soms voor mij vermoeiend om te zien dat ideeën verloren gaan. Dit komt puur omdat een bedrijf geen businessmodel heeft. Heb je wat gehad aan deze businessmodel en wil je het in jouw voordeel gebruiken? Gebruik het ook. Heb je wat gehad aan deze video? Deel het met je vrienden, familie en zakenpartners. Heb je vragen over dit model of je loopt ergens tegenaan en je hebt hulp erbij nodig? Maak gerust een afspraak. Neem gerust contact met me op. Ben je nieuw bij deze kanaal? Vergeet de video niet te liken en vergeet niet te abonneren. In de volgende video gaan we het hebben over businessmodel nummer 2. Tot in de volgende video.